Jurgen, gefeliciteerd met en de winst en je debuut in het grote Ajax. Ja, dank u wel. Hoe voel je je? Je bent gewoon gedebuteerd, man. Ja, ik voel me echt trots. Zeker. Ja. Heb je dit gedacht toen je voor het eerst bij de selectie? Nou, in april zelfs voor het eerst gedebuteerd in Jong Ajax. En dan sta je nu al hier in de arena. Dat is toch bizar bijna? Ja, dat is wel bizar. Maar het kan snel gaan. En ja, is mooi. Kan je eens omschrijven, want heel veel jonge jongens, je bent zelf ook nog jong, die dromen ervan, hè, Ajax. En je staat hier hartstikke, nog een beetje cool zelfs. Ik denk dat heel veel jonge jongens die gedebuteerd zouden zijn in Ajax 1 helemaal gek werden. Ja, ik ben wel een rustige jongen, dus zo ben ik een beetje, joh. Maar je bent wel heel blij, toch? Ja, zeker, zeker. En dan, wat ik ook al zei, gedebuteerd ook bij Jong Ajax laatst. Toen pikte je nog een goaltje mee, lukte vandaag niet, jammer. Ja, zeker jammer. Ik was er nog dichtbij, maar het mocht niet zo zijn, helaas. Wat gaat er dan door je hoofd heen als hij net niet lukt? Ja, balen, maar natuurlijk al mooi dat je je debuut mag maken. En dan kan je vertellen, want Jong Ajax kan dus kampioen worden. Hoe is de sfeer daar in de groep toen jij er laatst bij kwam, als debutant dan? Ja, hele goede sfeer. Ze gaan er echt allemaal voor om kampioen te worden, dus goede sfeer. Hoe merk je dat? Ja, gewoon in het veld, hoe ze coachen en goede voorbereiding en alles, ja. Vingen ze je ook een beetje op als nieuweling, als debutant? Jawel, ja, het was mijn eerste wedstrijd natuurlijk met hun, dus ze vingen me gewoon goed op daar. Ja. De sfeer is prima, die gaan wel kampioen worden. Ja, dat denk ik wel, ja, zeker. Ja. Laten we dat in ieder geval hopen. Hey Jurgen. Ik ga het je nog een keer zeggen, want je blijft zo rustig. Hey, je hebt gedebuteerd in Ajax 1, hè? Ja, ik weet het. Lach eens, man. Zoals dit. Ja, zeker. Ik ben ook heel blij. Ja. Heb je net al op je telefoon gekeken? Appjes, belletjes? Ja, een beetje gekeken. Ik zag wel veel berichten, maar niet echt specifiek gekeken. Nee? Niet een vriendin of een moeder of een vader die iets gestuurd heeft? Nee, die waren al in het stadion, dus die heb ik net al gezien na de wedstrijd. Hoe was dat? Ja, die waren natuurlijk heel trots op mij. Wat zeiden ze? Liep je nog naar ze toe? Ja, ik liep naar ze toe. Ik gaf ze een bal die je kan geven, dus ze waren zeker blij. Die bal die blijft voor altijd in de familie? Dat denk ik wel. Mijn zusje was er heel blij mee. Maar net zoals dat ik hier volgens mij tegen een hele blije Jurgen sta. Ja, zeker, zeker.